Yo, what up, what up? Het is je boy Demo. Tim weet het. En jij kijkt naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. En dit keer gaat het natuurlijk over de 1/8 finale battles die we hebben gehad. Ik heb mijn vertrouwde juryleden bij me, want ik kan het niet alleen. Ik heb hier rechts Kimo, onze gastjurylid EZG. Excellent aan mijn linkerkant. En ook Tim Beumers zit aan mijn linkerkant. En we gaan het vandaag hebben over de battle van Stef tegen Toonji. En ik wil eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen. Want wie van jullie denkt dat Toonji, want Toonji heeft best wel veel crowd response gekregen in deze battle. Wie van jullie denkt dat hij dat vooral heeft gekregen omdat hij de underdog was in deze battle? Speelt een rol. Nee. Zeker, speelt gewoon een rol, sowieso. Maar hij was ook gewoon zwaar on point, man. Ja. Hij heeft me echt verrast. Ik vond hem de meest verrassende MC van de dag. Ja, wel, man. Zeker niet om wat. Want ik bedoel, hij heeft eerder wel iets leuks laten zien. Maar ik dacht wel echt dat Stef deze heel duidelijk zou gaan winnen bij voorhand. Ik zou zal 100 ronde euro's op hebben verwet. Ja. En maar Toonji was nice, man. Hij was op level. Hij was on point, man. Oké. En waar wijst dat zich in, volgens jou? Hij had goed doordacht van welke angle ga ik nu nemen. Hij deed Stef heel goed na. Hij kon heel goed de junkie face. En hij hield het ook heel lang vol. Ja, die was nice. Dat werd uiteindelijk ook een lijn, toch? Dat zijn kaak precies, bleef lang. Daar ging hij op een gegeven moment op door. Van die inspiratie, weet je wel. Daarna ging hij daar door. Hij heeft ook, hij zei iets over zelfsport. En toen zei hij van... Stef heeft ook zelfsport. Hier. Die is nice. Iets van Inseno, de moeder van Inseno. Het is een beetje de ziek hard dat hij dat, hoe hij die bar zeg maar verzond van Inseno. Dat is ook een goeie, want iedereen kent die battle. Ja. Weet je wat? Dus daar refereerde hij naar. Het was nice. Cool Herc dat hij ook weer benoemd. Ja. Dus hij omschreef eigenlijk hoe hij dan helemaal crackte op die lijst kwam. Terwijl hij continu in die rol bleef. En dat had niet verwacht dat hij dat. Zo theatraal zeg maar kon aanpakken. Verrassing van de dag, man. Echt. Clearly. Ja. Toen heeft jullie heel erg verrast. Clearly. Oké, wat vonden jullie van Stef's performance? Sikke comeback, man. Na lange tijd weg geweest, gewoon teruggekomen. Ja. Like he never left, man. Dope. Ja, man. Ik vond Stef gaaf, man. Ja. De ene ronde beter dan de andere, maar hoe dan ook, elke ronde was hij sterker. Oké. Okay. Wat vond jij ervan, Tim? Ja, hij begon natuurlijk top. Toen hij zei van... Ik ben de beste in League MC. Ik kreeg namelijk een appje, een mailtje van Ike, beste League MC. Die is fucking geniaal, man. Hou op. Erg. Ja. Dat is echt zo'n sterf ding. Dat had iedereen kunnen bedenken dat iedereen heeft dat mailtje gehad. Maar hij zegt het. Stef die dan zeg maar niet personal gaat op ziektes, maar wel gewoon even uitvogelt waar de ouders van Toonji werken, wat ze verdienen. Hoeveel oppervlakkig grond ze hebben en welk adres dat precies is, zodat hij precies kan zeggen, ja man, ik weet waar je huis woont. Ja. Ja, inclusief huisnummer, alles erop en eraan. Dus als die mensen binnenkort een keer een gekidnapt huisdier hebben voor een ton salaris, dan dankjewel Stef. Ik heb voor Stef gewoon hier eerst, en dat Toonji kan echt heel erg refereren aan bekende momenten. Wat je heel erg in deze battle zou zien was waarom ik niet bijvoorbeeld persoonlijk 5 jaar na Spirit of Battles nog mee zou doen aan iets. Omdat er zoveel dingen zijn over jou waar mensen aan kunnen refereren, wat het publiek allemaal kent. En voor Stef omgekeerd over Toonji, ja, wat ga je zeggen? Er zijn niet heel veel top of mind dingen waar je heel goed op kan inhaken. En wat dat veel moeilijker voor Stef maakt, is dat het voor Toonji is. Maar desalniettemin, Stef deed het gewoon slim, hij heeft een soort character assassination op hem gegooid van de pauper. Als je Afrikanen wil zien, dan moet je naar 010 komen. Hij deed het gewoon goed. En ook dat is weer een beetje hetzelfde als het keusverhaal. Gewoon te blijven presteren op een bepaald level is toch moeilijker dan naar dat level toe proberen te gaan. Juist. En niks te nadelen van Toonji. Van Toonji echt keihard. Ook heel simpel, dat begin van als je gay bars dropt, moet je niet doen, dan krijg ik stijven van. Ja, dat heb ik ook genoteerd. En toen zei hij dus, waarom doet hij ook gay? Ik heb ook zelf gewoon. Nou, maar omdat dat zeg maar... Ja, maar hij gooide die bar daarna van, zie je, ik heb ook zelf spot. Ja, dus dat was een beetje de afschrikken dat we doen dan zo. Ja, maar toch werkte dat wel. Omdat het uit een hoek kwam waar mensen het publiek het niet verwachten. En wat ik leuk vind aan Toonji is dat hij gewoon elke keer groeit en
daar ook happy mee is, een soort van. Want bijvoorbeeld Keus tegen Nuzi. Nuzi was fucking zenuwachtig. Ik zei van fuck, ik moet tegen Keus. Weet je? Dat zei ik ook daarna tegen hem. Ik zeg, hoe zenuwachtig was je? Zijn Nuzi's hele lichaamshouding was laag. En weet je, als je niet had geluisterd en je kijkt alleen naar de lichaamshouding van die twee, dan is Keus al aan het winnen. Puur in hoe hun fysieke houding is. Toen is je niet, man. Stef was hem wel, Stef liep hem de hele tijd in de hoek, zeg maar. En het duurde 3 rondes tot toen je dacht, oh wacht, ik kan ook om me heen lopen. Maar toch, zelfs terwijl hij in de hoek bleef geduwd, hij was wel, dan gaan ze gewoon spoilen, gewoon jab, jab, hop, hop. Toen je lacht gewoon terwijl hij zijn shit doet. Ook als hij op zijn is gewoon, hij is in zijn element. En dat maakt het ook dat hij blijft groeien, denk ik. Omdat hij het gewoon super leuk vindt om te doen. En dat maakt het ook dat het publiek er gewoon goed op reageert. En ik denk dat bij Stef weer het ding is dat het publiek iets minder reageert. Omdat het van Stef verwacht je eigenlijk grovere shit. Maar dan maakt het dit totaal niet kwalitatief minder ofzo. Ja. Okay. I like it. Okay. Is het geen jouw 2 cents? Het was een hele goede battle. Ik denk dat Toontje, die zat natuurlijk in de underdog positie. Dus dat is denk ik wel een goede positie altijd. Weet je. Ligt er meer druk bij Stef eigenlijk. Ik denk dat hij daarom ook wel zijn beste prestatie heeft neergezet. Omdat hij nu tegen Stef moest, dat hij echt het beste van de vinden beste. Vinden jullie dat ook echt, zeg maar, Toontje zijn beste? Clearly, ja. Clearly. Ik heb nog maar 1 ding van hem gezien en dat heb ik, heb ik gewoon weggeklikt. Omdat ik het gewoon echt niet goed vond, weet je. Dus ik had al op papier van tevoren, dacht ik van ja, ik weet niet echt, Stef gaat het wel winnen, weet je. Dus fuck it. Nou ja, dus het viel toch nog vies tegen voor Stef, dan kreeg wel goede weerstand. Okay. En wat zijn de bars die jij Tim heeft al heel veel opgenoemd. Sorry. Ja, Tim weer. Maar Stef zei ook nog iets van je broertje heet Kas ofzo. Dat is vast door binnenkweken inteelt ofzo. Dat zei van is afkorting voor kassa ofzo. Ja, maar die binnenkweken inteelt. Maar dat niet zo. Hey! Ja, dat vond ik ook leuk. En dat ging Rijke stinken, het is bij Team Visa kan. Toontje deed ook een telefoongesprek ofzo, te geld wil lenen. Dat Stef dan geld wil lenen, dat is ook wel geniaal. Ja, dat is koude grap. Stef zei nog iets over Frenna en over een chemokuur. Dus je de Hitlerjugend. Je kin is gladder als de kutjes van Frenna. Ja. Ik had bij deze battle ook een moment. Wat eerder hoorde je Mitch tegen Vito zeggen van, jij schreeuwt te hard. Dat vond ik daar al gek, omdat Mitch zo hard schreeuwde. Dat had ik hier ook. Want Stef had zowaar een lijn aan Toontje dat hij zei van, hij is komen met de taxi, maar voelt zich meer een Ubermensch. Ja. Dus dat hij eigenlijk iemand kwam uitmaken van een soort van de racistische draai. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Ja. Ja, en hij eindigt natuurlijk met de vloer is lava. Kom op. Ja, ja, ja. Dat ging zijn bar, dat was gewoon echt van de baan. Ja, hij sloot hem gewoon perfect af. Hij zei, ik maak iedereen dood, de vloer is lava. En wij zaten boven, ik dacht, nou. Ja, maar hij heeft een podium. Ja, ik heb gewoon, I beat it. Ja. Okay. Dus jullie zijn al met allemaal heel tevreden met Nuzi versus Stef eigenlijk. Ja, Toontje. Tegen Stef. Top 3 battles van de dag, man. Lekker. Top 3 battles van de dag dit, zeker. Okay, ja. Okay. Krijgen ze ook, denk je, de top 3 cijfers van de dag, Rex? Voor mij wel, man. Voor mij zijn ze sowieso allebei in de hoogste cijfers die ik zal geven vandaag. Vertel. Dat was eigenlijk je bruggetje in de toch? Was de bedoeling dat hij heeft het. Okay. We there. Toontje, hij heeft mij zo koude hard verrast, hè. Ik zeg eerlijk, ik dacht dit wordt een 3-0 van Stef. Toontje heeft gewoon een ronde gepakt, hoor. Tegen alle verwachtingen in. Dit is gewoon een 2-1 dit gewoon. Het is gewoon een 2-1 van Stef. Toontje heeft gewoon een ronde gepakt, man. 2 rondes van Stef, eentje van Toontje, man. Never verwacht, never zien aankomen. Dus ja, Toontje krijgt van mij gewoon een 8.5, man. Ja, man. Ja, man. De hoogste cijfer die ik hem ooit heb gegeven, sowieso. En Stef pakt ook die 9, man. Ja, man. Okay. Ja. Klein verschil dus. Ja, een 0.5 verschil. Ja. Kimo, jouw cijfers voor deze mooie battle Stef, Toontje? Wat ik hier heel moeilijk aan vind, is dat ik bij voorhand al dacht dat Stef zeg maar zou winnen, Toontje. En ik denk ook dat over het geheel genomen in de league, of als ik ook naar verwachting kijk van volgende battle, zou ik eerder verwachten dat Stef misschien iets beter zou doen. Dus daarom zou je eigenlijk een volgende ronde willen hebben. Maar ik was zo erg verrast door Toontje, dat hij bij mij echt die underdog positie en shock value had. Ik dacht van, what the fuck is dit? Yep. En ik moet eerlijk zeggen dat puur op deze battle, ik vind dat hij deze heel nipt heeft gewonnen. Ik zag het ook aan de face van Stef, dat hij ook te keken, dat hij zelf ook een beetje... dacht van, I'm in trouble. Hij ontregelt altijd mensen. Ja. Weet je wel, dat doet hij heel goed. Hij probeerde het ook bij hem, maar hij probeerde hem ook te imponeren op een gegeven moment.
Maar dat hij zelf even dacht van wow, dit had ik niet verwacht. En voor mij, ik geef ook een half puntje verschil. Maar dan in het voorbeeld van Toontje, ik geef hem een 8,5. En Stef een 8. Mm. En dat had ik echt bij voorhand niet verwacht. Het kan ook zijn dat hij me gewoon heeft verrast. Zo verrast man, denk ik. Op deze battle, puur op deze battle, heeft hij mij net iets meer neemt dan Toontje voor jou. Ja, ja, zeker. Okay. Is het geen, hoe zit het met jouw cijfers voor deze battle? Ja, Toontje krijgt voor mij een 8,8. Ik vond hem echt gewoon een keiharde performance, was het gewoon echt gewoon goed. Stef is denk ik wel, was op papier wel een betere battle rapper, maar ik vond dat hij deze niet heeft gewonnen, hè, van Toontje. Ja, dat laat het natuurlijk aan de kijkers ook over, maar ik geef Stef dan een 8,4. Okay. Allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, close battle, heb je dat dan? Tim, wat zijn jouw cijfers? Geef Stef een 8,8 en Toontje, vooral had ik het gevoel inderdaad dat hij een soort van wel echt zijn beste performance deed. Ik vond alleen dat hij hetzelfde trucje een aantal keer deed, waardoor ik hem eigenlijk in de breedte van de zin minder sterk vond dan Stef. Omdat hij bouwde vooral alles heel erg op dingen nadoen, omdat het ook tegen Jugoslav heel goed gewerkt heeft, dacht hij van nou dan ga ik daar heavy op inzetten. Wat gewoon goed werkte, maar bleef hij een beetje te lang in hangen, vond ik. Ik had hem wat meer breedte nog willen zien. En daarom geef ik hem 8,2. Oké. Okay. En Stef? Had ik al gehad, was 8,8. Oh, okay. Die was even overheads. Dat kan gebeuren. Klinkt maar als een gemiddelde 0,1 verschil. Ik ga even checken naar de gemiddelde en dan zijn we zo bij jou terug, man. Hou hem hier of zo. Na een herberekening, zijn we eruit. Ja, het is heel moeilijk. Ze hebben namelijk allebei een 8,5 gekregen. Bij Punch Out Battles The Judgment doen we altijd naar beneden afronden. En dan komen ze allebei eigenlijk op een 8,5 uit. Maar als je echt in de decimalen gaat kijken, dan was het voor Toontje een 8,5 en voor Stef een 8,55. Dus het is debatable. Natuurlijk mogen jullie thuis, hebben jullie thuis ook gestemd en kunnen jullie ook mee beslissen in wie er doorgaat naar de volgende ronde. Kijk vooral even op punchoutbattles.nl als je wil weten wie uiteindelijk heeft gewonnen. Ben je het er niet mee eens? Kom niet naar ons, ga naar Aiki. Bedankt voor het kijken, Tim Beumers, excellent, Timo en Josje.ezg. En tot de kwartfinales! Damn.